Na de RS en de Tuono is de Touareg de derde telg in de 660-familie van Aprilia. De Touareg die is natuurlijk veel meer off-road gericht, of zelfs vrijwel helemaal off-road gericht. Maar je kunt er perfect ook mee op het asfalt rijden. Hij is niet echt hardcore, maar het is een goede mix van de twee, maar dan iets meer geneigd naar het off-road. Dus ja, de Touareg, echt een avontuurlijke fiets. We hebben er vandaag mee gereden in Sardinië, zowel op het asfalt, in de regen, als off-road, droog en nat. En dat was een hele belevenis eigenlijk. Sardinië is gekend om zijn kronkelwegen, om goed asfalt. Zelf als het geregend heeft, blijft het asfalt vrij goed. En de Touareg doet het eigenlijk top. Zeker met de semi-offroad banden. Het zijn Pirelli Scorpions. En die werken gewoon heel goed. We kennen die band al van andere machines, zoals bijvoorbeeld de Tenere 700 van Yamaha. En dat is een heel gelijkaardig concept aan deze Touareg. En daar weten we ook, die band werkt gewoon goed. De Touareg is in vergelijking met die Tenere, en ik ga er geen vergelijk van maken, maar hij is wel wat rijker uitgerust. Zo heeft hij cruise control, hij heeft optioneel een quickshifter, hij heeft een TFT-scherm. Eigenlijk zit er vrijwel alles op. Er zitten vier rijmodi op. Noem het op, alles zit er wel op. Hij is vrij compleet uitgerust. Het scherm is niet instelbaar, dat is gewoon een vast exemplaar. En als we dan verder gaan, zien we eigenlijk dat het design wat weg heeft van, je moet er een beetje verbeelding bij gebruiken, maar zeker als je zo en profiel kijkt, dan heeft het weg van een soort van steenbok die eigenlijk een ram wil doen op zijn tegenstander. Zeker dit stuk is dan het hoofd en daar heeft het wel wat van weg. Persoonlijk, en smaak is heel persoonlijk uiteraard, maar ik vind de voorkant niet heel geslaagd. Het is wat anoniem. Je ziet natuurlijk wel de typische V-vorm aan de voorkant, zoals ook op de Tuono's of op andere modellen van Aprilia. Maar ik vind het een beetje een anonieme voorkant. De achterkant daarentegen, die vind ik wel heel geslaagd. En meestal bij motoren wordt de achterkant een beetje weggemoffeld. Er komt een klein lampje om het zo minimalistisch mogelijk te maken. Maar bij Aprilia hebben ze daar werk van gemaakt, door eigenlijk een soort van vampiertanden op het kontje te zetten. En dat ziet er heel geslaagd uit. Als je er achter rijdt, lijkt het een beetje op pitontanden. Dus vooraan hebben we een steenbok en achteraan hebben we pitontanden. Ja, maak ervan wat je zelf wilt. De Touareg. Qua rijden, het blok kennen we natuurlijk. Het is wel een beetje aangepast ten opzichte van de Tuono en de RS. Zo heeft hij meer koppel bij lage toeren. En dus pikt hij iets makkelijker op onderin. En dat voel je ook wel. Hij is iets kwieker, iets vlotter weg bij lage toeren. Terwijl het bovenin dan een beetje afvlakt. Boven een toeren gaat hij ook wat beginnen trillen. Hoewel het mij persoonlijk niet echt tegenvalt. Een blok moet gewoon trillen. Daar moet gewoon wat beleving in zitten. Maar het is niet storend. Ook niet aan 140, 150 km per uur. Het stoort niet. Verder hebben we de vier rijmodi. Daar zit een groot verschil tussen. En dat is heel goed. De Explorer is eigenlijk gewoon de straatfunctie. Dan heb je Urban voor in de stad. Of als het regent met een zachtere gasreactie. Offroad is het natuurlijk voor offroad te rijden. Waarbij het ABS achteraan uitgeschakeld wordt. En het kan zelfs vooraan uitgeschakeld worden. Zodat je dus compleet zonder ABS rijdt. En de diehard offroad rijders die willen dat natuurlijk wel. Verder, de Quickshifter. Dat is een van de beste exemplaren waar ik persoonlijk al mee gereden heb op een tweecilinder. Komt heel dicht in de buurt van een KTM Quickshifter, die heel goed is. Er zit een kleine onderbreking in, maar die is niet storend lang. Maar gewoon de soepelheid is echt heel goed. Die is optioneel ook, de Quickshifter. Dus als je gaat voor de Touareg, neem die er alsjeblieft op, want die is echt helemaal goed. Offroad rijden gaat heel makkelijk. Ik ben niet de allergrootste offroad adept, maar zelfs met deze machine, dat gaat zo simpel. Hij is licht, hij is makkelijk te besturen. Het is heel eenvoudig. Je zet hem gewoon zijn 2 of zijn 3 en je trekt overal door, ook vanuit bijna stilstand. Dat is gewoon echt goed voor elkaar. Op de weg, op het asfalt, waar deze motor natuurlijk het meest gaat gebruikt worden, doet hij ook zijn ding gewoon echt goed. Ik heb lang moeten zoeken naar negatieve dingen samen met de andere journalisten en we hebben er vrij weinig gevonden eigenlijk.
wat detailkritiek, maar ook weer dat is persoonlijk. De styling, de acid gold, dat is de gele versie, die vind ik iets minder geslaagd qua kleuren. Maar goed, nogmaals, dat is stijl. Dat is, dat is persoonlijk. Hij rijdt makkelijk. Hij neemt heel makkelijk op. In lage toeren kun je overal uittrekken. Hoge toeren zit er power in, er zit voldoende kracht in. De remmen zijn goed. Het zadel is aangenaam. Als ik recht sta, dan ga ik terug off-road. En ik sta recht, dan ben ik zelfs met mijn 1,90 meter, kan ik heel goed staan. Is heel goed te klemmen. Ook de vering is zowel vooraan als achteraan compleet instelbaar. Dus zowel de veervoorspanning, de rebound als de demping. Je kan hem volledig instellen. En ja, dat is ook weer echt nodig voor als je hem echt op je eigen stijl of op je eigen smaak wilt brengen. Ja, er valt vrij weinig negatief over te zeggen. En dat is echt wel een pluim voor Aprilia. Rest ons alleen nog de prijzen. In België kost die 11.999 en in Nederland 13.799 euro. Het is een prijs waard. Het is een stuk meer dan als we hem terug gaan vergelijken met die Yamaha. Maar er zit meer op en die prijs is echt absoluut te rechtvaardigen.